En welkom weer bij Koken bij Dree. We zitten uiteraard nog steeds in de Oostenrijkse week. En hoe zouden we deze week beter kunnen afsluiten als met een echte Wiener Schnitzel? Nou hebben we natuurlijk al een keertje een schnitzel gemaakt toen we de Duitse week hadden. Maar in Oostenrijk is de Wiener Schnitzel gewoon echt... Overal ter wereld is die beroemde Wiener Schnitzel. Dus we gaan hem gewoon... maken. En hij is een klein beetje anders als die andere, dus dat geeft helemaal niks. Daar leren we weer van. Eerst ga ik even mijn handen wassen. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag alles Gute, zum Geburtstag viel Glück. Nou, dat was de laatste keer in het Duits voor Oostenrijk. Je legt even een schnitzeltje neer op een stukje plastic. Daar doe je een ander stuk plastic overheen. Dan pak je gewoon een pannetje. En je slaat er gewoon lekker op totdat je schnitzel ongeveer 3-4 mm is. Wat ik vergeet is een bak met koud water. Want wat heb ik intussen er ook bij geleerd... dat als je je schnitzel eerst even 2 minuutjes in een bak met koud water legt, je schnitzeltje zich volzuigt met dat water. En als je hem dan bakt in de pan, dan stoomt het water er weer uit, waardoor je een wat knapperiger korstje krijgt. Nou, we gaan het zien. Ik gooi gewoon een bak water vol. En ik leg het daar gewoon even in. Zo. Deze is lekker plat geslagen. Leggen we gelijk in het water. Wat heb ik dan klaar liggen? Ik heb hier een eitje. 2 eitjes wel te verstaan. Die klop ik eventjes los. Want dat is natuurlijk een onderdeel van de paneer. Nou, wat is er nog meer anders dan die Duitse schnitzel? Ik heb nou gewoon... hele gewone paneer, gewoon vanuit de winkel. Ik heb een bordje met losgeklopt ei. Ik heb een bordje met gewoon ordinaire huis, tuin en keukenbloem. Nou, dan heb ik hier een citroentje. Dan ga ik er 3 plakken van afsnijden. Want zoals ik al zei, eten wij met z'n drietjes vandaag. En de rest van je citroen niet weggooien, want die gebruiken we zo direct voor de schnitzel. Nou, deze leggen we gewoon goed weg, want daar willen we niks mee. Het water hoeft alleen maar in het vlees en niet aan de buitenkant van het vlees te zitten. Dus we gaan het vleesje even lekker afdrogen. Zo. En we maken hem gewoon goed droog. Aan de buitenkant. Kijk, ik heb natuurlijk nog mijn citroentje. Die gaan we eerst eens even uitknijpen boven het vlees. Gaan we ze nou kruiden. Gewoon, ordinair, eenvoudig. Met peper en zout. Nou, even met mijn andere hand omdraaien, want ik wil niet dat mijn zoutpot onder de vleessappen gaan zitten. Zo. En je mag ze best wel ruim kruiden, want er gaat een laag paneer overheen. En dat wordt dan ook nog eens een keertje lekker in de olie gebakken. En dan gaat er veel smaak verloren. Dus we gaan ze even ruim in de peper en de zout zetten. Eerst gaan de schnitzels in de bloem, want dat is het beschermlaagje. Die zorgt ervoor dat ons schnitzeltje niet gaat uitdrogen. En die beschermt ons schnitzeltje tegen de heftige hitte. Zo. Dat is 1. In het ei. En zorg dat je 1 hand gebruikt. Blijft die andere hand lekker schoon. Zo. Eerst in het ei. Even een beetje laten uitlekken. Dan in de paneer. Zo. Het wordt weer helemaal heerlijk.
Nou, gaat er flink wat olie in de pan. Een klein beetje nog voor de aardappels. En dan denk je, dat is best veel olie wat erin zit. Nou, ik ga het nog gekker maken, jongens. Ik ga er ook nog een lekkere klont boter in doen. Want dat is hartstikke goed voor de smaak. Nou, daar gaat hij. Oh, wat knippert dat lekker. Knispert dat lekker. Zo. En zoals je ziet, kunnen er niet eens drie in. Dus ik bewaar er één voor straks. Dus toch maar twee keer drie minuutjes, dus dat kan best. Oh, lekker, lekker, lekker. Deze laatste. Mag ook even uitlekken. Vuurtje uit. Zo. Ik ga borden opmaken. En hoe doen ze dat nou eigenlijk? Normaal gesproken. Dan leggen ze een plakje citroen erbovenop. Dat kan je zo direct lekker er ook overheen uitknijpen. Er zit natuurlijk ook citroensap al helemaal op het onderste laagje. Want daar hebben we natuurlijk over het vlees heen geknepen. Maar wat doen ze nou nog meer? En dat zou je ook opgeruld kunnen kopen. Even kijken of ik het kan laten zien. Het is een anchovisje. En dat ga ik maar bij twee personen doen. Want ik weet dat de derde persoon er niet van houdt. Die rollen we op. En die leggen we op het citroentje. Dus wat zeggen we dan gewoon? Herzlichke smekliek of zoiets dergelijks. Laat het je in ieder geval wel smaken. Die wienerschnitzel met het citroentje erop. En als je het lekker vindt, natuurlijk. Het citroentje. Met het anchovisje. Ik laat even deze zien, want dit wordt dus wel lekker rijkelijk gevuld. Ik zeg tot de volgende keer. In een ander land gaan we weer kijken of we gaan koken.